Bas van Vlimmeren heeft maar één passie. Snelheid. Bas doet al vanaf zijn 7e mee aan kartwedstrijden. Maar liever zou je de overstap willen maken naar het echte werk. Ik heb een jaar bij een autosportteam gewerkt. Dus heel mijn leven draait eigenlijk al om het racen en het werken met auto's. Van Vlimmeren hoorde van de mogelijkheid om als gamer kans te maken op een baan als echte autocoureur. Hij aarzelde geen moment en schreef zich begin augustus in voor de Nismo PlayStation GT Academy. Meteen erop besloot ik om naar Assen te gaan, want dat was de Nederlandse finale. Alleen ik had nog geen stuurtje, dus ik heb een stuurtje gekocht bij de Dixons. Een uurtje of 5 geoefend en ik ga naar Assen en echt sneller dan wie dan ook. Als beste Nederlander was Van Vlimmeren door naar de internationale finale in Abu Dhabi. Totdat hij afgelopen maandag plotseling een telefoontje kreeg van de organisatie. En dan krijg je op het laatste moment te horen dat het feest helemaal niet doorgaat. Hoe kan dat nou? Ik zie je ticket altijd helemaal klaar, je stoelnummer is bekend. Ik zie je vertrek vrijdagavond. Het is nu maandagavond. Dus ja, het gaat echt niet door. Echt zwaar kloten. Volgens de wedstrijdleiding had Bas ervaring als karter en dat bleek niet toegestaan. En ik heb dit van het begin af aan aangegeven en ze zei dat het geen probleem was. Nadat ze dus kort daarop hadden ze ons een bericht moeten sturen. En dan had het de pijn minder geweest. Dan hadden we geen 7 weken in de waan gelaten van jongens, jullie kunnen naar Abu Dhabi. Want je levert toch het toe. Je doet een hoop energie in stoppen, een hoop geld in stoppen. En uiteindelijk 4 dagen voor tijd. En dat is zo sneu, 4 dagen voor tijd. Nissan Nederland betreurt de hele gang van zaken, maar legt de verantwoordelijkheid bij de internationale organisatie. En ondertussen ligt Bas zijn allergrootste droom aan duiken. Dat wordt gewoon op zo'n manier heel koelbloedig eigenlijk, wordt er zo mee omgegaan. Eigenlijk heel onmenselijk.